zagen net het schilderij van Hermanus Koekoek, waarop de thuiskomst van een Oost-Indië-vader is te zien. En daarbij passagierende schepelingen die zich te goed doen aan het vrouwelijk schoon en aan de drank. En daar gaat deze brief eigenlijk een beetje over. Alleen, het schilderij was natuurlijk in Middelburg gesitueerd met uitzicht op de haven die we hier achter ons zien. Alleen deze brief gaat over iets soortgelijks, maar dan in Curaçao. En die brief die is geschreven door Engelbrecht Witting en die schreef op 15 april 1758 aan zijn vrouw Cornelia. Eigenlijk een keurig nette brief. Hij gaf aan dat hij in Curaçao zat met zijn schip. Hij kon eigenlijk zijn handel daar niet kwijt, dus hij had de stuurman en de rest van de bemanning eigenlijk weggestuurd om op Sint Eustatius daar met een bark naartoe en de handel alsnog daar te verkopen. En hij schrijft dan aan zijn vrouw wat hij zoal doet daar op het eiland en terloops laat hij weten dat hij Spaans leert. Maar hij wil eigenlijk zelf ook naar de Franse eilanden, dat zijn dan Guadeloupe, Sint Maarten en Martinique, om daar nog Frans te leren. Nou, en dan sluit hij af met te zeggen dat hij eigenlijk de kermis wel mist, want die is dan kennelijk gaande in Vlissingen op het moment dat die brief zou arriveren. Maar dat hij dan op het eiland wel kermis zal vieren. Maar dan sluit hij af. Alleen, dat is nog niet alles, want dan komt eigenlijk de wending pas in de brief. Er is namelijk een bootsgezel, de chirurg, die nog een voetnootje toevoegt aan deze brief en daarin zijn eigen vrouw groet. Alleen die Cornelia Witting toch wat bedenking hebben gehad bij dat voetnootje onderaan die brief. Want wat schrijft deze man namelijk? Deze chirurgijn Husum die schrijft namelijk aan zijn vrouw. Die schrijft dat aan zijn moeder, sorry. Het is tegenwoordig zo plezierig in Curaçao dus. Als dat het niet te zeggen is, want wij krijgen alle dagen bezoeks van de Curaçaose meisjes aan boord. En aan ons kant mankeert het ook niet om haar lieden te bezoeken. Wij kunnen al zo goed Spaans alsof wij geboren Spanjers waren. Dus die Witting, zijn kennis van de Spaanse taal, is niet zozeer op boekenkennis gebaseerd geweest waarschijnlijk. En ik denk ook eigenlijk dat zijn vrouw hem kermis zal geven als hij thuis komt. Ja, maar ik vind het toch niet zo slim dat als je dan zo'n brief stuurt en dan laat je nog een ander, laat je er nog een stukje onderschrijven, zo van die ligt even mee op de brief. En dan zit hij er zoiets in. Op zich ben ik dat soort dingen ook wel vaker tegengekomen. Dat iemand die de kapitein uitschold zijn brief liet schrijven door de kapitein zelf. Kennelijk was dat bon ton in die tijd, dat als je zelf niet kon schrijven, dan liet je op die manier je boodschap overbrengen. Maar ja, het is toch wel heel erg waarschijnlijk dat die Cornelia Witting deze tekst toch ook meegelezen heeft. Ja, dat denk ik wel. Die komt van de koude kermis thuis deze. Ja. Nou, leuke brief, dankjewel.